Team No Sleep is aangeschoven voor ja, misschien wel een van de allergrootste. Misschien nee, voor een van de allergrootste releases van dit jaar. Ik heb het natuurlijk over Elden Ring van From Software. Hier zitten drie mannen die al jarenlang zaten te wachten op deze game. En of hij teleurstelt of precies heeft gedaan wat hij. Waar wij op hoopten, dat gaan we je nu in deze uitgebreide premium review vertellen. Te beginnen met Steven. Steven, jij hebt van ons drie verreweg het meest tijd in kunnen steken. Jij hebt de game al ja, ik kreeg de code als eerste. Dus jij kon er lekker rustig mee aan de slag. We zien dan ook jouw footage. Oh, great act, oké. Ja, tenminste, ik heb nog wel... Je strength build. Ja. Okay, nou. Strength met fate voor de support spells. Okay. Maar ik doe weinig casting. Ik heb wel wat zeg maar, mijn lightning spear en wat basisdingetjes om te poelen. Maar vooral strength, great axes, great swords en colossal weapons met support fate. Maar... ik vind het gewoon de tofste speelstijl. En dat it never gets old. Dus ik ben het ook nu weer aan het doen. En waar gaan we mee beginnen, jongens? Gaan we beginnen met gewoon de vraag te beantwoorden? Wat is het? Elden Ring vind ik, het laatste hoofdstuk van het boek dat From Software sinds Demon's Souls aan het schrijven is. Dit is de culminatie van al hun werk, alles wat ze hebben geleerd, alles samenbrengen van Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Sekiro. Alles wat ze hebben gemaakt, dat brengen ze nu samen in een open wereld game. Actie-RPG waar je met spells en melee wapens je wegvindt op een hele vrije manier. De wereld scaled niet, dus er is wel een volgorde van welke zones makkelijker en moeilijker zijn. Maar je bent vrij om te gaan en staan waar je wilt. Je hebt dus echt die enorme grote wereld waar echt van alles te doen is. Grotere dungeons, kleinere dungeons en een hele grote legacy dungeon per zone. Wat echt een, echt een enorme dungeon is. Want alles is groot in deze game. En ook de dungeons zijn groter dan wat je bent gewend van open wereld games, maar ook van From Software games. Ja. Dat is de beste manier om het een beetje te beschrijven, denk ik. Ik heb veel mensen horen zeggen, de vergelijking, het is Dark Souls met de wereld van Breath of the Wild. Is dat een goede vergelijking? Of goede alleen vele, vele malen groter. Ja. Het is echt de grootste open wereld die ik ken met de meeste variatie, de meeste uitdagende geografie. Ja. Met oprecht de meest interessantste random exploration momenten die ik ooit heb gezien in zo'n game. In Oblivion destijds was dat bijvoorbeeld al geweldig, dat je gewoon rondrende en dan zag je op je kompas, oh daar is iets, en dan ging je zo'n catacombe in en dan had je even iets. Maar ik heb hier, in de starting zone Limgrave valt dat nog mee. Want toen had ik een paar van die random dungeons en die waren heel straightforward. Ja. Weet je, links, rechts, nou, je gaat daar en daar. Een paar wolven, een paar leveltjes later en je hebt een boss fight. En het voelde een beetje niet heel interessant qua design. Maar die latere zones, ik heb daar aan de lopende band dat ik denk, even daar kijken. En echt een paar uur gewoon iets meemaken wat gewoon qua design van een niveau is wat je gewoon niet vaak tegenkomt. Dus het zit zo vol met onverwachte, super interessante momenten. Dat vind ik echt heel knap. Ja, we gaan er in ieder geval ook in deze premium review alles aan doen om het zo spoiler-free mogelijk te houden. Voor de mensen die toch graag willen horen wat wij ervan vinden. We zullen, kijk, je gaat beelden te zien krijgen. Gelukkig zijn het geen beelden van late game of end game of wat dan ook. Het is redelijk. Ik heb alleen van de eerste paar dagen footage meegenomen. Alles van de laatste week niet. Ja, dus de meeste mensen zullen nu de meeste mensen die hem op day one hebben gehaald, die zullen inmiddels ook wel op dat punt beland zijn. Dus daar hoef je dus inderdaad geen zorgen om te maken. We zullen ook niet te veel story spoilen of wat dan ook, want tja, From Software en story, dat blijft toch een beetje een abstract iets. Het is iets minder abstract. Ja, dit keer iets minder. Ja. George R. R. Martin, dat hele verhaal.
ja, goed, weet je, het is gewoon echt From Software, het is echt Miyazaki. Het is echt weer zo'n verhaal. Weet je, of je nou Ashen of Hollow of wat dan ook bent, in dit geval nu Tarnished. Tarnished, ja. Hier, kom je uit die mijn waar we het over hadden, jongens? Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Dit is namelijk voor mij al meteen een goed voorbeeld van waarom ik het zo gruwelijk vind. Van, een random kist die jou heel toevallig teleporteert naar een gebied waar je absoluut nog niet moet zijn. Maar omdat je nou eenmaal toevallig rechtsaf ging en een leuke ruïne zag waar je uiteindelijk een kist kon vinden. Ja. Kom je dus uiteindelijk terecht in een gebied waar je absoluut niet moet zijn. Wat er wel weer voor zorgt dat als je daar gaat rondlopen, kan je een leuk armor setje vinden. Je kan wat vette bossen tegenkomen die niet soort van je typische kathedraal of wat dan ook voor bosroom hebben. Maar gewoon echt, zit ineens midden in een soort van swamp. Kom je dan een guy tegen die even die jouw ass woept. En je ook zeker later moet terugkeren. Want dat is ook wel iets wat wel echt typisch en ook wel erg leuk was, denk ik, voor degene die hier voor het eerst aan beginnen. Een bos die je op het begin tegenkomt, hoeft niet altijd meteen een bos te zijn. Nee, wat lekker gaat verslaan. Wat Steven zegt over de zones, dat geldt natuurlijk ook voor bosses. En ik denk dat iedereen die de game al heeft gespeeld, de nodige frustratie heeft gehad bij de Tree Sentinel. Ja. Op het moment dat de deuren open gaan en de wereld voor je opent, heb je een stukje gewoon ergens op 1 uur in de verte, komt er zo'n guy op een mooi paard aan. Ja, open world boss, gewoon de eerste meteen voor je snuffert. Ja, maar dat is Miyazaki fucking with you. Gewoon, dat is eigenlijk wat je al vaak zag bij eerdere Souls games, de tutorial boss, die eigenlijk veel te moeilijk is en dan ga je dood en dan begint de game pas echt. Tenzij je echt dusdanig goed bent dat je de boss weet te verslaan. Dat wil ook nog wel eens gebeuren. Maar dat is gewoon zijn manier van zeggen van, luister, dit is de deal. Deze klootzak is eigenlijk gewoon voor bijna elke speler. Je hebt natuurlijk een select gezelschap dat gewoon met twee vingers in de neus overal doorheen loopt. Ja. Dat doe je niks aan. Dat zijn de wonderkinderen. Nee, maar dat is ook tof. Dat is bedoeld, weet je. Ja. Dat, ja, weet je, als het je lukt, by all means, weet je. Mm-hmm. Precies. Loop naar de moeilijkste zone en doe alles met je level 1 character en je plus 0 starting weapon. Ja. Weet je, leef je uit. Maar het is gewoon meer een zakelijke manier om te zeggen van, luister, tegen dit soort challenges ga je aanlopen als je gewoon, en je gaat het niet redden. Je gaat het gewoon niet redden. Wees verstandig. Ga niet je hier 5-6 uur op lopen stuk bijten, maar kies voor een alternatieve route. Ga op zoek. We hebben een grote wereld voor je gecreëerd. Go explore, weet je wel. Nee, maar game design technisch is dat ook super slim. Ja. Weet je, gewoon, wat is de beste manier om te leren dat je niet alles meteen hoeft te doen? Is, weet je, je komt uit je starting cave, ja, en daar is een bos. Kan je niks mee nog. Nee, en dat accepteer het, weet je. Ga, loop eromheen en ga iets anders doen. Het is een tutorial op de meest soulsy manier die er is. Ja, absoluut. Ja. Maar weet je, hier ook, weet je, ik ging net dood daar op dat stuk. Continu, weet je, we hadden het al met die stream over. Het is gewoon, weet je, de groeten van From Software. Ja, het is continu. Ja. Staat er stenen te gooien op een afstand. De wereld fokt met je, weet je. Ja. Express, weet je. Dat hoekje waar je omloopt en het is donker en je ziet niet dat er een gat is. Weet je, natuurlijk flikker je erin. Ja, precies. Weet je, dat ja. Vijanden die aan het plafond plakken. Ja, ja, het is aan de lopende band. Maar dat leer je overigens wel steeds beter inschatten. En ja, maar ze weten je te pakken. Dat wel. Weet je, want ik ben echt, weet je, getraind als een soort van Navy SEALs team als ik een kamer binnenloop van check the floor, check the room. Ja, maar weet je, ik zit zo, hè? Ja. Zo speel ik From Software Games. Ja, ja, ja. Je poppetje zet je op de grens van een nieuwe kamer. Ja. Ja. Maar dat is gewoon die shit en dat is zo geweldig. Dat doen we allemaal inderdaad, ja. Maar even in een notendop dan toch proberen te vertellen waar Elden Ring over gaat. Je kijkt mij weer aan. Ja, ik vind het nog lastig om uit te leggen. Ik weet dat je Tarnished bent. In het kort, kill enemies and become the Elden Lord. Ja, nee, kijk, je hebt de Earth Tree in het midden. Ja. En, die ontzettend grote, gele, stralende boom. Precies. En ja, het is weer een beetje het verhaal, de thematiek die eigenlijk altijd in die From Software verhalen zitten. Jij wordt nu dan voorgedragen als de persoon die mogelijk de Elden Lord kan worden. En ook weer met de keus die de game je gaat aanbieden, ga je dat echt doen? Of ga je misschien een beetje in verzet tegen de gevestigde orde? Weet je, dat was ook in die Dark Souls game. Ja. Ga je de flame linken
of ga je het niet doen? Ga je er tegenin? En weet je, dat, de standaardkeuzes zitten er gewoon weer in die From Software games. En dat, ik moet zeggen, het verhaal vind ik echt aanzienlijk makkelijker te behapstukken, de eerste playthrough, dan de gemiddelde game van From Software. Dus ze hebben het wel iets toegankelijker gemaakt. En ja, ik vind het oprecht een super interessante. Juist ook omdat ik, weet je, ik ben heel benieuwd hoeveel eindes er uiteindelijk in gaan zitten. Ja. Weet je, er is overduidelijk 2. Maar er zullen er vast wel meer in zitten, From Software kennende. Dus ik ben benieuwd hoeveel nuance er nog echt in dat verhaal zit. In verschillende keuzes die je kan maken. Op manieren die niet zo voor de hand liggend zijn. Ik weet zeker dat dat erin zit. Wat ik daarbij grappig vind, je geeft al aan van ze hebben het geprobeerd. Ze hebben geprobeerd het iets toegankelijker te maken. Ik merk dat heel erg in wanneer ik stream. En dan meer dan ooit mensen die zeggen, ja, ik heb de game gespeeld. Of ik heb de game ook gehaald. En George R. R. Martin, groot fan van Game of Thrones, bla bla bla, weet je wel. Maar ik stap die wereld in en ik heb geen flauw idee wat ik moet doen, weet je wel. Maar dat snap ik. En dat terwijl je... Ik heb wel het idee dat ze sinds Dark Souls zijn ze wel steeds meer... Hebben ze geprobeerd van, de westerse markt, weet je. Die beginnen ook een beetje te leren dat dit soort games gewoon heel vet is. Mm-hmm. En toen kwam Bloodborne, dat was al PlayStation. Heel Europa zit aan de PlayStation. Toen kwam Sekiro, uitgegeven door Activision. Want daar werd ook een marketingbudget tegen aangegooid van, heb je daar. En ik heb hierbij het idee, het feit dat George R. Martin zijn naam eraan vastgeplakt zit, geeft veel mensen het idee van, het is een beetje zo van Game of Thrones-achtig. Dus dat is sowieso wat voor mij. Nou, en de open wereld, hè? Dat verkoopt makkelijker dan, je hebt mooie beelden van je rijdt door die grote fantasywereld. Mm-hmm. En weet je, als je dat ziet en je houdt van fantasy en videogames, dit moet ik spelen. Ja, mensen denken aan Skyrim, Skyrim of Zelda met een volwassen uiterlijk, wel. Maar ja, het is weinig van dat. Ja. Ik wil niet zeggen dat het niets van dat is, want er zijn absoluut wel elementen en ook een Shadow of the Colossus en dergelijke, maar qua combat mechanics en lore en crafting. Het is en een compleet andere stijl. Het is super complex ook maar weer en gelaagd. Dat is ook een ding, want ik, weet je, kijk, de game heeft absurde scores gekregen. Weet je, hij wordt over de hele linie nagenoeg zo hoog gewaardeerd. Door media. Door media, ja. Ja, dat zijn de mensen die de cijfers geven. Maar, aan de andere kant heb je ook gewoon de nullen en de ene, maar daar komen we zo meteen Nee, precies. Op. Maar gewoon, weet je, in essentie, game design, de kwaliteit van de game, weet je, dat is een van de hoogste scores ooit. Weet je, ik zag vanochtend een scoresheet langskomen met, ik denk, een 40 publicaties. 10-10. 10 uit 10. Gewoon tussen de 9,5 en de 10. Inderdaad. Ja, nee, maar deze waren dus cherrypicked. Oh, okay. De partijen die echt alleen een max score hadden gegeven. Ja. 10 uit 10. Nou, het was echt een sheet vol. Ja. En het is ook een beetje een ding aan het worden. Dat ik, weet je, ik reageerde laatst ergens ook op een post. En dat mensen ook zeggen van, weet je, ik snap het niet. Want die cutscenes en die voice acting, het is allemaal PlayStation 2. Mm-hmm. Maar het is een stijl, weet je. Het is echt een keuze. En subjectief kan je natuurlijk, kan het niet je ding zijn. Maar dat is, weet je, dat is bewust. Weet je, dat is echt dat From Software stijltje. Ja, die pannenkoekengezichtjes die helemaal nergens op slaan. Ja, en die beetje die hol klinkende voice acting. Het is een stijltje. En dat is heel opzettelijk. Heel sober. Maar, mensen die het niet aanstaat, die zullen zeggen van dat is typisch fanboy. Nee, precies. Dat wordt heel erg gezegd. Oh, maar dat was eigenlijk een beetje mijn punt waar ik heen wilde. Dat, weet je, dit is echt zo'n lievelingetje van de elite game spelers, of het nou games recensenten zijn of gewoon liefhebbers. Weet je, het is een beetje een soort van elitair dingetje aan het worden van, weet je, natuurlijk heb je mensen die dit niet snappen, want dat zijn niet, dat is gewoon een meer casual gamer, die weten niet hoe of wat. En weet je, dat is gewoon zo. Ja, maar elk games medium zal ook zullen in eerste instantie zijn liefhebber erop zetten. En die kijkt daar dwars doorheen, weet je. Als ik er heel sec naar kijk en ik zie dat pannenkoekenhoofd van die gasten, dan denk ik van inderdaad, ik snap dat mensen hierop kunnen haten. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar het totale pakket, dan ga je voorbij aan alles. Boss design, de stijl, de unieke armors, de unieke wapens, de hele wereld, de variatie van de gebieden. Waarbij ik het overigens
echt helemaal niet erg vind wanneer er mensen zijn die bijvoorbeeld de game proberen voor het eerst en zeggen van ja, ik kom er niet in en het is gewoon niet voor mij. Nee, maar dat kan. Dat kan inderdaad. Dat is oké, okay, weet je wel. Death Stranding is ook niet voor iedereen. Nee, maar precies. Dat is een prachtige game, maar dat is ook, ja, sommigen noemen het een PostNL-simulator en anderen noemen het een soort van de belichaming van een soort van post-apocalyptische wereld. Nou ja, hier hetzelfde. Je kan het fucking lelijk vinden en moeilijk vinden, of je gaat wel over die soort van drempel heen en leert het te waarderen, maar het is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Precies. En ik bedoel, de indruk die gewekt werd dat dit met de open wereld ook wat meer casual zou worden, ik bedoel, die werd ook gewoon eigenlijk al vrij snel gelogenstraft. Ja. Toen ik de eerste bosses, toen ik geconfronteerd werd met de eerste bosses en dergelijke, mm-hmm. Shit is tough as nails, weet je wel. Misschien ja. Wel hier en daar wel wat iets makkelijker. En ook omdat je de keuze hebt om nu gewoon even, oké, dit is me niet iets te lastig. Ik ga even ergens naartoe waar het misschien beter vertoeven is. Mm-hmm. Waar ik kan grinden een beetje, waar ik mijn runes kan vergaren. Runes zijn de souls in deze games, ja. In deze game. En weet je, je pakt er een paar leveltjes bij en je gaat vervolgens een uurtje of twee later ga je terug naar die ene basis, naar het gebied waar je eerste gewoon absoluut geen kans maakte. Ja. En je zult merken van, hey, ik doe meer damage. Ik word minder hard geraakt. Hier kunnen we wat mee. Dus het is eigenlijk wel in ieder geval wel iets makkelijker gemaakt. Zeker. Je hebt heel veel opties. Er zit geen easy mode in, maar je hebt heel veel tools om de game veel makkelijker te maken. Moet je wat voor doen? En helemaal als je kijkt naar het feit dat ik heb het idee dat koop wat meer gepromoot wordt in deze game dan in voorgaande games. Waar het bij mij, bij Dark Souls, bij al die games vrij onduidelijk was hoe dat nou precies werkt en hoe het zat. We hebben ze hier wel meteen van de get-go al. Oké, zo summon je iemand, zo kun je je belletje rinkelen. Als je deze ring op doet, dan sta je open om voor koopsessies opgeroepen te worden. En ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die dat doen. De puristen zullen niet zo gauw een koopsessie aanslingeren, denk ik. Ik heb het tot nu toe in ieder geval niet gedaan. Nee, niet voor je singleplayer ervaring. Nee. Weet je, want maar het is super dat het kan. Als je echt niet door een bos komt, mm-hmm. Weet je, ga gewoon andere spelers summonen. En je krijgt absoluut wat. Ik bedoel, misschien heb je een keer pech en is het iemand die even clueless is als jijzelf. Ja. Maar er zitten ook gasten bij die rachen die baas voor je kapot. Ja. En zo kan je sowieso de game doorkomen. Ja, op dezelfde manier kun je ook van die spirits summonen. En dat maakt het ook wat overzichtelijker, zo'n boss fight. Je hebt zoveel opties. Weet daarom, die spirits, doorlevelen. Je kan alle kanten op. Door die zones rennen, items verzamelen. Inderdaad, andere spelers summonen. Noem het maar op. Waar is dit trouwens? Is dit in het noorden? Nee, dus die tweede zone bij de lake. Huh? Oh, gewoon de dragon bij de lake. Oké, okay, ja, oké. Okay. Ja. Mij werd afgewezen om daarheen te gaan door een NPC. Oh ja? In een klein hutje. Ja, dat is ook weer zo typisch, weet je. En dat is wel een aspect wat ik wel even over wil hebben. Want we hebben het al over dat dit niet een game is voor iedereen. Deze game is niet altijd even toegankelijk. Sterker nog, als je een ontoegankelijke game zou moeten kiezen, dan is het wel de Souls. Dat zijn wel Souls-like games. Het feit dat je geen questlog hebt. En dat is gewoon heel typisch, heel normaal voor een Souls game. Hier heb je natuurlijk nog net even wat meer open wereld. Nog net even wat meer NPC's die je tegenkomt. Die je vragen van, hey, kan jij deze naald uit deze swamp die daar verloren is gegaan ophalen om dat meisje met deze ziekte te helpen? Dat meisje zit op deze en deze locatie. Nergens in die hele fucking game wordt verder nog een keertje uitgelegd dat die chick op die plek zit. Ja. Er staat niet een mapmarker van, oh ja, daar is dat meisje. En oh, vergeet deze missie niet te doen, want dit staat nog open. Jij moet zelf weten van, oké, opschrijven, deze swamp. Ja, of je maakt die mapmarker. Deze naald. Ja, ik heb bij deze vriendelijke vent heb ik een poppetje, een mannetje neergezet. Ja, dat je weet dat daar... Het tweede gebied is dit. Ik zit te kijken, dit is niet de eerste draak. Dit is niet de eerste dragon. Nee. Dit is niet de eerste draak bij het grote meer. Dit is de tweede draak. Maar waar zit die dan? Achter mij nu heb je Raya Lucaria, de Magic Academy. Oh, maar daar ben ik nog helemaal niet. Hier, daar. Daarboven. Dit is gewoon het grote meer in het midden van de tweede zone. Oké. Ja, ik ben gewoon richting noorden gegaan. Vervolgens ben ik ook nog richting zuiden gegaan. Dit is richting het noorden. Ja, oké. Maar ik heb Godric heb ik verslagen in het noorden. Ja, en als je bij Godric naar buiten komt aan de achterkant van zijn kasteel, dan kijk je over het meer. Ja. Dat is dit meer.
Oké, misschien kan het zijn dat het bij mij niet zo mistig was? Ja, nee, tuurlijk. Je hebt de hele tijd verschillende weereffecten. Ja, precies. Ook voor het eerst trouwens. Dag- en nachtcyclus. Ja, en weer veranderende weersomstandigheden. Ja. En dan moet ik hier nog eens even goed gaan kijken. Maar kijk. Ja, nee, het zit weet je, aan de lopende band. Ook als je denkt dat je een zoon helemaal hebt gehad, dan opeens dan ontdek je toch nog iets. Dat ja. is... Ja, kleine, dat is... kleine tombes, kleine dungeons. Het ding van deze game is gewoon, er is altijd meer. Ja. Als je denkt dat er niet meer is, dan is er nog meer. En niet alleen op de, laten we zeggen, begane grond. Gewoon wat je hier ziet. Je kunt ook nog eens gewoon honderden meters naar beneden afdalen. Op specifieke plekken. En dan kom je in een soort van subterranean matrix-achtige... Ik weet niet wat het is, maar het is een bizarre, een andere wereld. Ja. Met wel raakvlakken van de normale wereld. Maar het is me nog steeds niet helemaal duidelijk wat het is en waarom het er is. Maar dat zal natuurlijk ook gaandeweg in het verhaal wel meer naar voren komen. Maar het is echt een tyfus moeilijke area. Ja. Met de meest bizarre vijanden ook, joh. Ja, daar zitten nog een paar dingen. Een paar hele mooie zones. Het is echt... het is echt een avontuur. En dat is ook zo typisch, weet je. Je kan deze game uitspelen en uiteindelijk echt de helft van de game over het hoofd gezien hebben. Ja, nee, maar daar hadden we tijdens de stream ook al over. Dit is echt qua content in dit genre de grootste game die ik ooit heb gezien. Ze zijn gewoon echt above and beyond gegaan in het creëren van een grote wereld met zoveel content. Het houdt gewoon niet op. En wat ik zeg, ik denk... alle zones en die echt volledig uitwonen, ja, dan zit je denk ik makkelijk tussen de, weet ik van 130, 140, 150 uur. Mm-hmm. Als je echt gewoon thorough bent, weet je, dan heb ik, weet je, gewoon alles compleet uitkammen. Ja, weet je, voordat je dan naar New Game Plus gaat, waarin je nog meer te doen hebt, ja, dat maakt gewoon wel een beetje duidelijk hoeveel je hieruit kan persen. Ja. Dus, groot qua oppervlak hoeft overigens niet per se een goed iets te zijn. Zeker niet als de content te ver van elkaar vandaan zit, zeg maar. Ja. En te schaars is in bepaalde gebieden. Dat is dus ook niet het geval. Nee, en daarbij, je hebt natuurlijk de beschikking al vrij snel over een steed genaamd Torrent. Hè, een soort van een oerlelijk paard, wat het ook is. Ik vind het super cool. Met koeienhorns. Hartstikke cool, weet je wel. Het draagt echt bij. Juist omdat het niet te... over de top. Het is een Souls paard. Evil. Het is geen mooi, zo'n prachtig zwart of wit. Een rabberig paard, zou je willen zeggen. Ja. Nee, maar het klopt ook wel, omdat het is een beetje zo'n grote berggeit, weet je. Omdat je bent er zo mee aan het rondspringen, double jump. Dus het klopt wel. Een double jump in de paard, inderdaad. Ja. Er zijn zelfs windstromen waar als je daar volgens in jumpt. Een soort ga je torrents. Met zo'n torrents inderdaad, ja. Dan ga je echt heel erg hoog en dan kun je naar hoger gelegen gebieden geraken. Daarnaast, ik bedoel, als je is er nu ook, hè, als je dan de vergelijking maakt met Souls games. Oké, Souls game in open wereld, beschikking over een steed, maar ook bijvoorbeeld de mogelijkheid om nu te jumpen. Iets wat ze al gedaan hebben in Sekiro bijvoorbeeld. Nou, maar voor een game als deze is dat echt wel van extreem toegevoegde waarde. Omdat je hele benadering van gevechten bijvoorbeeld is anders. En ook je benadering van jump puzzels en dergelijke. Ja, nou, wat wel belangrijk is voor de mensen die nu denken dat we achterlijk zijn. Dat we het knap vinden dat je kan springen in deze game. Wat natuurlijk wel altijd het ding was. Weet je, de reden dat dat niet kon... was omdat de level design van de dungeons in de From Software games zo nauw luisterde. Ja. Dat, weet je, je had al mensen die hele interessante dingen deden qua exploits. En het feit dat je niet kon springen was gewoon puur om de design van die wereld niet te breken. Zodat je daadwerkelijk wel gewoon, weet je, de puzzel die dungeon is moest oplossen in de manier zoals zij hem hadden bedacht. Uh-huh. En als je dat zou moeten doen met springen erbij, dan weet je, dan had je alle kanten op gekund en dan was het gewoon heel makkelijk gebroken. Is dit een exacte reskin van Sif? Had een zwaard in zijn mond, denk ik wel. Ik zie letterlijk hetzelfde aanvalspatroon ook nou. Ja.
Dat heb ik overigens bij meer bosses gezien, hoor, in deze game. Het is, ik bedoel... Nee, er wordt een heleboel herbruikt. Zeker de animaties van wapens. En, ja. Weet je, en de core mechanic van Dark Souls 3 qua combat is gepakt. Maar weet je waar we het over hebben qua... hoeveel content er is als ze alles vanaf... Oh, net zoals dat Sekiro vanaf de grond af is gemaakt. Weet je, daar zit nul Dark Souls of Bloodborne in. Dat is een nieuwe game. Ja. Als ze dat hiermee hadden gedaan in open wereld... dat was niet mogelijk geweest. Nee. Dus het feit dat ze deze grote open wereld hebben kunnen maken... met zoveel content... is bij de gratie dat ze, weet je, wat ze hebben geleerd en gemaakt in de vorige games, waar relevant hebben kunnen herbruiken. Ja, ja. Zeker. Tot aan de ratten aan toe, tot aan de fucking goblins aan toe, tot aan de mosquito's aan toe. Ze zijn ook allemaal hier. Die met genoeg nieuws ook. Dus niet alsof het alleen maar het oude is. Maar ja. En nogmaals, ik kan het ze voor geen seconde kwalijk nemen. Want als je ziet wat er allemaal nieuw is gemaakt, snap je dat het was gewoon... vanuit een development oogpunt gewoon niet mogelijk geweest... Nee. Om deze game met deze schaal vanaf de grond af te maken. Nee. En dat is ook een beetje wat ik bedoelde aan het begin... met dat dit de culminatie is van alles wat ze hebben gemaakt en geleerd. Weet je, alles komt zo mooi samen. Weet je, die hele blauwdruk, de combat, maar ook de sfeer en het verhaal. Het feit, weet je, want die Dark Souls games... die hadden in mijn ogen altijd al van die enorme magische... en bijzondere locaties waar je naartoe ging. En dat ze nu nog meer gewicht en backstory krijgen... omdat ze echt een plek hebben in een wereld en je er echt naartoe reist... Ja. Dat maakt het, weet je, ik bedoel, je kwam wel vaker in een enorm vet, duister, gotisch kasteel. Maar nu was je al een dag aan het spelen en zag je hem in de verte. Ja. En was je hier een gaandeweg naartoe aan het vechten. En ben je een paar uur bezig geweest om, weet je, ik vond misschien een key te vinden en een manier om naar binnen te gaan. Want het is torenhoog. Ja. En dan kom je eindelijk binnen en dan is het groter en knapper qua level design dan wat From Software ooit heeft gedaan. Maar hij heeft dat nog eens keer dat extra gewicht, omdat je daar, weet je, echt naartoe hebt gewerkt. En ja, dat is, weet je, zo'n stap omhoog vanaf hoe die verschillende zones in Dark Souls 3 bijvoorbeeld aan elkaar zitten. Weet je, daar heb je ook een enorm gevoel van progressie. Je komt uit die dungeon en dan kom je in die stad en dan ga je via een grote trap naar dat kasteel daar. En, maar nu, met die open wereld, ja, ik weet niet. Nog beter tot z'n recht. Het is beter zichtbaar wat je einddoel is van een specifiek segment binnen de game. Ja, en het brengt die wereld gewoon nog meer tot leven en maakt het gewoon nog wat... ja, nog wat tastbaarder of zo. Ja. Dus dit is, weet je... alsof dit altijd zo heeft moeten zijn, weet je? Dat het één groot traject is geweest met al die vorige games... om nu hier uit te komen, weet je? Met de soort van de ultieme vorm van Dark Souls. Ja, waarbij het ook zo is dat de bonfires, de save points als het ware... dat zijn nu de Sites of Grace. En ik moet zeggen dat ze gelukkig niet... al te ver verspreid van elkaar vandaan zitten. Het is niet alsof je weer tergend lange stukken moet afleggen... om van punt A naar punt B te geraken. Nee. Het is over het algemeen... het is vergeeflijker dan voorheen, voor mijn gevoel. En dat is heel prettig, want ondanks het feit dat het misschien... over de hele linie iets makkelijker is dan een Souls game... of een Bloodborne of een Sekiro... het blijft nog steeds super uitdagend natuurlijk. En zeker mobs, je moet niet denken dat je daar wel even doorheen ploegt. Want zeker als het een numbers game wordt... en ze komen vrij rap tegelijkertijd op je af... of het dan gaat om de ratjes of andere kleine gasten of beesten... het is altijd een probleem. Kun je het beste heel snel op je paard springen. Ja, maar weet je, hier ben ik echt vooral nog gewoon met die Great Axe aan het hakken. Ja. Ik heb nu wat verschillende wapens die ik gebruik. Ook nog steeds mijn Great Axe. Maar ik heb nu ook wat meer die spells erbij. En daar zitten zulke toffe dingen bij. Kijk, dit soort dingen. Dat je nu in zo'n dungeon denkt van... hé, weet je, ik ga hier gewoon overheen. Het level design is zo groots en knap. Ja. Vergeleken met wat het voorheen was. Maar goed, mijn punt was... ik heb nu heel veel toffe spells. En dat is ook zo'n leuke speelstijl. Met gewoon wat... wat vette support incantations. Ik heb nu die Beast Claw.
Weet je, die uit de Closed Network test, dat je over de grond zou... Ja, het zit vol met compleet nieuwe... Ik bedoel, je hebt weet je, de Fireball en wat bekende dingetjes uit. Maar echt heel veel nieuwe spels ook, die echt compleet anders werken en heel tof zijn. En je hoeft niet zo rigide voor een bepaalde specifieke beeld te gaan met min-max en dergelijke. Dat je het maximale uit je stats haalt. Ik bedoel, het kan natuurlijk allemaal weer. Hè? Als jij, zoals ik, een high dex build, dexterity build maakt, dat je gewoon je zet in op vigor, je health, je zet in op endurance, je stamina, en je zet in op dexterity. Gewoon, laten we zeggen, 25, 40, of zoiets. Hè? Dat kan. En daar haal je echt wel je returns uit. Maar je kunt dus ook, zoals jij nu doet, er gewoon de nodige magic aan toevoegen. Als je... ja. Ja, absoluut. En sowieso, er zitten respecs in. Je krijgt er genoeg. Mm-hmm. Die gaan middels een item, zonder verder iets te spoilen. En ik heb er nu al 8 in mijn zak zitten. Dus je kan respecken naar hartelust. Dus in het begin maak je ook niet te druk. Als je zoiets hebt van, nou weet je, als ik 3 punten daarbij doe, dat is eigenlijk niet waar ik me op richt. Maar dan kan ik dat wapen of die spel gebruiken. Mm-hmm. Weet je, doe het. Want je hebt alle kans om later alles helemaal perfect in te richten. Ja. Zonder dat je een nieuwe character hoeft te maken. Zelfs je hele uiterlijk kan je aanpassen wanneer je wilt. De hele tijd door. Er zijn 2 opties voor. Dus het is wel echt gemaakt op flexibiliteit en vrijheid. Ja. Dat is super easy. Er zijn weliswaar een 10-tal klassen waar je uit kunt kiezen. En je merkt wel van, oké, deze, dat is wel de guy of de girl voor een faith build. De andere is weer beter voor een strength build. Als je uitgaat van, als je de stats echt gewoon lekker wil uitbouwen, en secuur wil uitbouwen. Ik ken ook genoeg mensen die na 20 uur spelen, zoiets van, ja, kut, dit was toch niet de character waar ik eigenlijk mee wil beginnen. Ik begin gewoon helemaal opnieuw. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft in principe niet. Nee, als jij een knight kiest, of een warrior in dit geval bijvoorbeeld. Vagabond. En je speelt 2 dagen alleen maar melee en je hebt zoiets van, ik wil eigenlijk casten. Ik bedoel, kijk, als je een sorcerer pakt, vanaf het begin heb je meteen de items. Kan je vanaf je eerste minuut kan je al een spel gebruiken. Maar bijvoorbeeld de staff die je nodig hebt om te casten, ja, die vind je na zoveel uur spelen zelf ook. Mm-hmm. En als jij dan gewoon punten in intellect gaat gooien, ben je een sorcerer. Ja. Dus die starting class is relevant voor de eerste uren in de wereld. En daarna kan je alle kanten op met je character. Ja, dus hetzelfde geldt voor de wapens zelf natuurlijk ook. Je hebt die L2 skill. Ja. Daar speel je in principe, Ashes of War heette die volgens mij. Ja. Speel je daarvoor vrij door een stront beetle te verslaan. Ja, je krijgt aan de lopende band. Bosses, mini-bosses, bepaalde enemies. Ja, en daarmee kun je ook net even je wapen een bepaald tintje geven door een of andere strength attack te doen. Of hem juist holy damage te geven of andere magic damage. Je kan er echt alle kanten mee op. Ja. Daarom is het zo tof om, zeker in het begin, je kan 1 of 2 stats kiezen waar je echt voor gaat. Weet je, ik ga echt voor strength. Maar weet je, wat in dexterity doen en wat in wat andere dingen, dat is alleen maar cool. Want weet je, als jij een dexterity wapen hebt, maar je kan het in ieder geval gebruiken, kan je met zo'n Ashes of War zorgen dat hij wat meer scaled op strength. Dan kan hij meer strength-based zijn inderdaad. Ja. Weet je, en dan heb je alsnog je damage erop. Ja. Dus dat zijn, dat zijn wel interessante opties. Ja, dit hebben we overigens al eerder gezien. Maar, jeetje. Wil ik toch even naar het technische aspect van deze game. Of überhaupt gewoon de punten van kritiek. Want het is een en al lofzang wat we nu aan het afsteken zijn. Maar er valt ook nog wat nodig op aan te werken. Jij zelf hebt hem op de PlayStation 5 gespeeld. Jij hebt hem gespeeld op PC. Ik heb hem zelf ook op PC gespeeld. In het voortraject, voor de release, ben jij tegen weinig issues aangelopen op de PlayStation 5. Ja, ik heb echt 0 crashes gehad. Geen performance issues. Ik heb gewoon de PlayStation 5 versie op de PlayStation 5. Performance mode, dus favor performance. Sowieso, altijd doen. En volledig carefree. Ja, maar wat gebeurt er vervolgens vanaf het moment dat die game gereleased wordt? Hij blijkt toch niet overal even soepel te lopen. Nee. Je hoort hier en daar kritiek op de Xbox Series X, maar ook op de PlayStation 5. Wat minder op de PlayStation 4 blijkbaar. Wel echt minimaal hoor, moet ik zeggen, op de consoles. Weet je, die save ik weet niet of het een schreeuwende minderheid is, maar er kwam toch wel vanuit alle hoeken en ook bij mij, mensen in mijn chat van, ja, ik ga een refunden, want het loopt voor geen meter op. Voor de console-versie ook. Nee, ook de PC en ook console. Vooral console heb ik dat. Of vooral PC heb ik dat gehoord. Zeker. Ja, ik heb het zelf aan de lijve ondervonden.
Er zijn nogal wat issues technisch. Frame rates die droppen naar een bedenkelijk niveau. Crashes die toch optreden. Blue screens. Onzichtbare vijanden. Je paard dat onzichtbaar wordt. We hebben het toen vorige week zelf nog in de stream hebben we het ervaren. Dat was vooral een day one bug. Dat is die onzichtbare voorwerpen, et cetera, et cetera. Dat is op zich verholpen, als het goed is. Ja, klopt. Frame stutter is ook redelijk een technisch ding. Mm-hmm. Dus dat is echt inderdaad gewoon een optimalisatie die ergens nodig is. Of het nou aan de kant van From is, of de Nvidia drivers en AMD drivers. Die From Software games, weet je, ik heb ze allemaal op de PC ook. Maar dat is niet hun sterkste kant. Weet je, ik heb... Op de console hoor ik er echt niet echt heel veel slechts over, moet ik zeggen. Ook alle reviews en noem het maar op. Ik hoor mensen over de consoleversie niet echt klagen. Nee, dus als dat er wel is, heb ik dat redelijk gemist. De pijlen zijn voornamelijk gericht op de PC-versie, inderdaad. En die zijn niet mals, hoor. En... Zeker niet. De Steam reviews zijn volgens mij inmiddels al niet eens meer mixed. Misschien zitten ze er net al eentje onder. Volgens mij was het nog wel 5.6, want je hebt gewoon 0 en 1 en 10. Ja, maar. Precies. Maar daarom was ik heel erg benieuwd. Ik wilde die PC-versie dan eens spelen. From, ik mag aannemen dat jullie inmiddels geleerd hebben van de misstappen, met name op PC, in de afgelopen jaren. Please, laat me zien dat spelen op de PC een meerwaarde is. Als hij op de consoles locked 60 is, bij wijze van spreken, geef mij dan 80 minstens of 120 FPS, als het even kan. Geef me dan echt die PC-ervaring. En wat zie ik vervolgens? Ik ben locked op 60 en ik schommel tussen 55 en 60 frames per seconde. En ik heb gewoon te maken met stutters, met name in drukke, snellere gevechten. En dan denk je van, ja, maar kom op, weet je wel. En dan kan ik wel zeggen, ja, nou, ik wacht wel een patch af. In de hoop dat het dan gefixt wordt. Maar dan zijn we ook weer 1-2 weken verder minstens. En ik wil die game gewoon nu spelen. Sterker nog, ik moet die game natuurlijk nu spelen. En dat is dan toch wel bijzonder teleurstellend te noemen. Je mag dat niet met de mantel der liefde bedekken, vind ik. Uiteindelijk, de laatste dagen dat ik heb gespeeld, leek het allemaal veel meer mee te vallen. En loopt het eigenlijk wel best lekker. Maar je maakt wel een ontzettend valse start natuurlijk. Ja, want ik wou zeggen, heb jij na de stream van vrijdag vorige week, heb jij daarna gewoon de PC-versie gespeeld thuis? Ja, toch wel de PC-versie, omdat ik merkte toen jij het een en ander hebt omgegooid, die OpenGL naar geforceerd 3080. Maar toen was het op zich allemaal gewoon netjes, toch? Ja, maar nog steeds af en toe wat stuttery wel. Wel, want dat hebben wij tijdens de stream niet heel erg meegemaakt. Het feit dat je dat allemaal om moet gooien is toch eigenlijk al een teken dat het niet heel lekker geoptimaliseerd is. Nee, absoluut. Ik heb het zelf ook en dan zie je inderdaad een lijstje met, shader cache, unlimited en dit en dit en dat. Ja. Maar ja, dit hebben zij toch zelf ook wel gemerkt? Dat lijkt me wel, ja. Ja, maar de Japanse studio's zijn gewoon niet zo erg PC-minded. Wat ik zeg, weet je, dat hadden we tijdens de stream ook al over. Dus sorry dat ik in herhaling val, maar alleen al het feit dat ze niet ultra-wide ondersteunen. Nee, ja, precies. Wat letterlijk gewoon, weet je, dat is nul moeite. Ja. En dat is gewoon een resolutie. Een zaak wel, hoor. Nou ja, weet je, natuurlijk als je gaat kijken naar de percentages, hoeveel mensen spelen op een ultra-wide monitor, is dat een kleine groep. Maar ik behoor wel tot die kleine groep. En ik heb Dark Souls 3, Sekiro, die heb ik allemaal met mods en ingewikkelde workarounds, heb ik die ultra-wide moeten laten draaien. Ja. Want er is niks kutters dan 16:9 op je ultra-wide monitor. Weet je, daarvoor zit ik niet achter een ultra-wide monitor. Ja, precies. Dus het feit dat ze dat soort dingetjes niet gewoon out of the box ondersteunen. Terwijl dat letterlijk nul moeite is. Ja, evenals bijvoorbeeld het spelen met een PlayStation 5 controller. Je schijnt dat wel via je Steam misschien te kunnen aanpassen of zo. Maar ik zie gewoon de Xbox-icoontjes, weet je wel. I, B, A en noem, weet je, nee. X. Nee, maar dat ponies. Dat is ook altijd al met die vorige games. Want ik heb, weet je, Dark Souls 1, Dark Souls 1 Remastered, 2, Scholar of the First Sin 3. Ik heb alles ook op de PC gespeeld. Het zijn niet de best ondersteunde ports. Het is gewoon, From Software is daar niet zo netjes in. En dat is gewoon een kwalijke zaak. Want daar waren ook met al die vorige games. Je had bij Dark Souls 1 die unlocker. Omdat die ondersteunde zelfs oorspronkelijk alleen maar 1280 bij 720. Alles was FPS capped. En dat zijn van die dingen, dat is gewoon niet nodig. Weet je? Dat is niet een enorme development klus
om gewoon tijdens je PC-port wat meer opties in de menus te geven. Precies. Weet je, unlock de frame rate. Zorg dat alle resoluties ondersteund worden. Dat is niet te veel gevraagd. En dat ze dat soort dingen niet doen, maakt wel duidelijk hoe erg ze niet PC-minded zijn. Dus ik moet zeggen, zoals wij hem hebben gespeeld vorige keer, dag 1 of misschien week 1 zijn er wat issues op de PC. Weet je, uiteindelijk, als je geen console hebt, ik zou hem je absoluut aanraden op de PC te spelen. Want ik weet zeker, weet je, met de recente driver updates en noem het maar op, is er niks aan de hand. En weet je, kan je hem alsnog gewoon mooi ervaren op de PC. Maar het is, ja, het is niet de versie die ik zou kiezen. En zeker niet in de eerste week. Nee. De meeste performance issues beperken zich vooral tot de gebieden waar je tegen een bewegelijke bos vecht in een heel erg groot open gebied. Dus als het wat kleiner is. In mistige gebieden trouwens ook, dan begint hij ook snel te stutteren bij mij. Maar ja, als het wat kleiner is, dan valt het over het algemeen wel mee. Maar dat is het ergste waar je tegen. Dat is het kutste waar je tegenaan loopt, natuurlijk. In een game die zeker met boss fights draait meer dan ooit op, meer dan wat dan ook, om timing. Weet je wel. En als jij in je role zit en je zit in je flow en je dodge. En hij begint net even te vertragen. Ik bedoel, veel bosses hebben zelf al een soort van een delay in bepaalde attacks, waardoor het nog frustrerender wordt om je timing op orde te hebben. Dat vind ik ontzettend tof trouwens, hoor. Maar het is tegelijkertijd, je bent gewoon lekker aan het dodgen, je zit in een ritme en op een gegeven moment, hij komt met die slag en hij toch met een niet, lichte vertraging en dan ben je al aan het rollen en dan heeft hij je keihard te pakken. Dat is ook typisch From Software natuurlijk, maar je wil niet tegen frame drops aanlopen in boss fights waarbij je gewoon one hit of two hit gewoon de lul kunt zijn, weet je wel. Nee, dat was voor mij überhaupt de reden om destijds al die games nog een keer op de PC te spelen. Omdat je daar dan in ieder geval, wat je nu ook op de console hebt, maar weet je, die hogere framerate had. En hogere framerate is gewoon heerlijk bij dit soort games die zo nauw luisteren. Ja. Dat maakt of breekt het. Ja. Ik hoop daar nog van te kunnen / mogen genieten inderdaad, die hogere framerate op PC. Ik heb niet voor niks nu gewoon zo'n lekkere bak met een 3080 erin. Nou, geef het me dan ook, weet je wel. Dus ik heb nog steeds stille hopen dat het nog wel gaat lukken binnen niet al te lange tijd. Maar, ondanks dit alles. Ja, maar dit alles, het is eigenlijk de enige problemen van deze game zijn vooral dus performance issues. Niet zozeer inhoudelijk. Nee, precies. Wat ik zeg, de spelwereld kent niet zoveel bugs voor een open wereld game. Dat is echt mijn beleving in al die uren die ik heb gemaakt. Ik ben helemaal geen gekke dingen in de wereld zelf tegengekomen. Nergens klem komen te zitten of wat dan ook. Nee, ik heb ik tot nu toe helemaal niks gehad. En die performance issues heb ik dus persoonlijk op de PlayStation 5 niet ervaren. Dus dit soort dingen. Precies wat je zei, van je hebt daar het uitzicht op dat kasteel, je hebt hier een berg met ook een ruïne. En je weet dat je er gaat zijn straks. Ja, maar geen filler. Heel veel open wereld games hebben een soort van de belofte van, ja, daar waar je dat wat je kan zien, daar kan je heen. Ja. Hier is dat tenminste echt zo. Er is letterlijk niks een achtergrond texture. Nee, precies. Niks. Alles is de gamewereld. En ik heb dit op deze manier, op deze schaal, met deze kwaliteit, letterlijk nog nooit ervaren. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een beetje, dat is ook niet goed gelukt om het er niet over te hebben. Maar tijdens de stream wilden we natuurlijk niet te veel de review kant op gaan. Er is natuurlijk wel, snobby gamejournalisten en bla bla bla. Maar er is natuurlijk wel een reden dat de game gemiddeld een 97 staat. En je een leger aan publicaties hebt, online, tijdschriften, noem het maar op, websites, YouTube kanalen, die het allemaal een 10 uit 10 geven. Er is hier iets speciaals aan de hand. Weet je? Dat is gewoon heel erg duidelijk. Niet de hele gamesindustrie is gek geworden. Ja. Weet je, normaal zou er een iets meer verdeeldheid zijn. Maar nu... Schapen zijn het allemaal. Zo, precies, we lopen een beetje interessant te doen. Ja, precies. Kijk, hun is even de expert uit hangen. Nee, dit is echt een unieke prestatie en een unieke gameervaring. En voor mij, weet je, het is wat we al een beetje aangaven, de combinatie van het werk van een van de betere development studios, vind ik. Van alles wat ze sinds Demon's Souls hebben geleerd. Het is de knapste en de beste From Software game. Natuurlijk subjectief kan je zeggen, ja, Bloodborne doet gewoon iets voor mij. Of Sekiro doet iets voor mij. Dus, dit is meer de klassieke.
Nee, maar dit is ook de knapste Dark prestatie, Souls, weet je, wat ze hebben neergezet. Hoe groot dit is. Maar weet je, om dan een beetje daarop door te gaan. Weet je, dit is voor mij een van de beste games ooit gemaakt. Ik heb niet vaak zo'n goede game gespeeld. Dit is Ocarina of Time. Dit is, weet je, de legendarische games die je nooit meer vergeet. Dit is een, weet je, ik moet er nog een keer een jaar goed over nadenken. Maar dit is voor mij een top 3, top 5 beste game ooit gemaakt. Ik heb niet vaak... Dat zijn de uitspraken. Dat zijn grote woorden, Steven. Ja, maar ik zeg ook specifiek voor mij. Ja. Maar ja, weet je, en ja, fanboy. Maar weet je, toch ook weer niet. Want we doen het lang genoeg dat we ook nog wel eens objectief kunnen kijken naar... weet je, hoe goed is iets? Ja. En hoe knap is het wat de studio heeft gedaan met deze game? En ik vind nog steeds alle begrip als iemand zegt... het is gewoon niet mijn smaak, het is niet mijn stijl. Ja. Bla, 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 dit vind ik niet cool. Tuurlijk, dat kan, maar weet je, dit is echt een achievement wat From Software met deze game heeft neergezet. Dat vind ik wel dat je objectief kunt stellen. Ja, ja, mensen vragen me constant. En is dit de Bloodborne beater? Voor mij is Bloodborne de game, de allerbeste game. Ik vraag me nog eens over 100 uur, weet je wel. En then we'll talk. Deze game is qua scale zo immens. Ja, daar loop je gewoon niet even een weekend doorheen. Helaas had ik de game op release dag pas. En dus ja, geef me nog wat meer tijd. Ik ga er zeker nog op terugkomen. Als het niet in mijn eigen streams is, dan misschien wel in latere items hier op. Weet je wat? En het is sowieso interessant om hier op terug te komen. Ja, nee, absoluut. Want met al die classes en dergelijke en de variatie, hoe zit het met New Game Plus? Hoe gaat dat in zijn werk? Is het de geëikte manier van New Game Plus die we kennen van Soulsborne Games? Of doet deze game daadwerkelijk iets anders? Dat lijkt me een beetje sterk, hoor, dat gaat gebeuren. Verwacht jij in New Game Plus veel veranderingen? Nee, wat ik vooral hoop... ik ben benieuwd hoe ze het doen met wat er al unlocked is. Dus blijft je hele map open? Mm-hmm. Blijven fast travel punten bestaan? Of misschien een paar grote? Of moet je echt weer alles helemaal vrij gaan spelen? Wat natuurlijk aanzienlijk sneller gaat als je precies weet wat waar is. En als je ook gewoon alles al kent en gewoon je sterke shit hebt. En je feitelijk qua power level elke kant op kan. Dan gaat het natuurlijk zoveel sneller. En je hoeft ook niet meer elk dingetje op te pakken. Want je hebt toch al meer crafting materials dan je ooit gaat gebruiken. Maar ja, ik ben super benieuwd hoe dat gaat. Want weet je, een normale From Software game kan je, weet ik veel hoe vaak, achter elkaar doorheen gaan. En ik zit nu al op het aantal uren dat ik normaal gesproken in New Game... Plus 2 zit. Of meer zelfs. Ja. Weet je, en ik zit nog steeds in mijn eerste playthrough met 110 uur. Ja. Dus weet je, ja, ga je dan ook tot New Game 7... want 7 plus was altijd, weet je, waar het ophielde met scaling in de Dark Souls games. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd of dat nu ook weer is. Vind je de armor en weapon variatie, vind je die goed en groot genoeg om ook New Game plus en plus plus en dergelijke te bilken? Ja, absoluut. Want ik ben eigenlijk na 110 uur speel ik... ik ben de laatste 2 dagen ben ik wat meer met een ander wapen gaan spelen. Naast de Great Axe. En dat is een Colossal Sword. Dus nog steeds hetzelfde speelstijl. Maar ik heb alles eigenlijk met die 2 wapens gedaan. Ik heb een stukje ook met een leuke Twin Blade die ik heb gevonden. Maar dat is meer gewoon voor de afwisseling. En ik heb nog een one-hander die ik een beetje heb geleveld. Maar ik doe alles met die Great Axe en die Colossal Sword. Dus ik heb nog zoveel speelstijlen te gaan. Ja. Weet je, ik kan nog alle kanten op. Dus ja, er zit absurd veel in. En ik heb nu echt, mocht je daar nog zorgen over maken... want het duurt echt lang voordat je echt hele toffe shit krijgt. Maar ik heb nu zoveel vette armor... dat je echt, weet je, ik heb nu dat ik echt, oh, ik ga deze zone in. Ja. Dat is een beetje deze stijl. Dan trek ik dit aan. Oké, maar ik... Oh, je bent ook stijltechnisch dan. Zeker, ja, tuurlijk. Ja, dat is ook wel nodig. Kijk, soms heb je, er zal ongetwijfeld ook wel weer een poison gebied zijn, wat we kennen van Miyazaki. Ongetwijfeld. Ja. The Wanderers. En dan heb je daar weer een prima outfitje voor dat weer resistant is tegen poison. Ik doe het ook qua thema. Ik doe gewoon, als ik naar een...
een heel erg snowy gebied ga, dan doe ik mijn dikke bont ding aan en ga ik wat meer voor die... voor die stijl. En okay. Ja, weet je, ga ik door de sewer, dan heb ik een beetje mijn stealthy zwarte armor kit aan. En ja, ik pas mijn character. Ik ben wat meer aan het roleplayen. Ik ook. Maar ik ben een samurai. Dus ik wil kost wat het kost mijn Uchi Katana. Ik heb nu inmiddels een double Uchi Katana. Ik heb die tweede Uchi Katana ook gevonden. En dus ik ben die tweede nu ook aan het levelen. Maar dus, mensen vragen, waarom speel je niet gewoon met een schild? Want ook dat is hier natuurlijk ook een optie. Maar ik ben een samurai. En samurai heeft gewoon een zwaard. En that's it. Ik speel niet met een schild. Heb jij die speelstijl aan leren nemen door Bloodborne? Ja, ja. Bloodborne heeft voor mij mijn hele inzicht, mijn perspectief richting dit soort games veranderd. Maar dat was ook het doel van Bloodborne. Ja, zeker. En ik moet zeggen dat ik het nu eigenlijk ook nagenoeg niet meer doe met schild. Alhoewel er een interessante optie zit. Want weet je, kijk, gameplay technisch hebben we ook nog zoveel niet besproken. Maar je hebt zoveel opties qua verschillende speelstijlen. Maar ook qua nieuwe dingetjes. Die jump attack, die charge attack. Een great sword. That's a really nice one. Oké. Okay. Maar ook met je shield, dat als je nu blokt, heb je een hele korte window naar een succesvolle blok om met een heavy attack een counter attack te doen. Ja. Dus ook met een schild spelen hebben ze iets dynamischer gemaakt. Dus ja, weet je, het is echt gameplay technisch een hele mooie progressie vanaf Dark Souls 3. Maar ik heb nog geen andere samurai armor gevonden. En ik weiger gewoon andere armor te dragen dan samurai armor. Wordt de samurai wel op zijn wenken bediend in deze game? Qua outfitjes dan. Die andere classes kunnen bij wijze van spreken een beetje inwisselbare armor dragen, zeg maar. Maar een samurai moet een samurai blijven. En ik heb nog geen andere samurai armor gevonden, helaas. Nee, dat is niet heel erg het stijltje. En er zitten wel wat dingen bij waarbij je een beetje de evil, dark, weet je, Asian swordsman kant op kan gaan. Mm-hmm. Maar echt samurai, dat zit er niet echt in. Dat is eigenlijk wat From Software altijd deed. Weet je, dat één zo'n ninja outfit in, één samurai outfit. Ja. En dat... Het is meer een persoonlijke vraag. Niet eens voor de review al nodig. Maar bijvoorbeeld de Giants, die hebben een zwaard op hun rug. In hoeverre is de kans daar dat zwaard ook een keertje dropt? Die is heel erg aanwezig. Oké, want ik heb er inmiddels al 40 geslacht en ik heb nog geen zwaard gekregen. Ik zit zo van, oké, die gast heeft een groot zwaard. Het is een grote guy. Ik ben van de Great Swords, dus ik ga eigenlijk die gasten proberen. Dat zwaard heb ik ook niet. Ik weet dat de Halberd en de Great Bow van hun, die zijn up for grabs. Okay. Great Sword weet ik niet. Maar goed, in de eerste zone zit dit gebied waar je een leuke greatsword krijgt. En die wordt al in veel guides aangehaald van als je een greatsword wilt. In de eerste zone moet je hier naartoe en de boss dropt er een. Kijk. Dus dat is een hele goeie als je daarvoor wilt gaan. Maar wat is jullie indruk tot nu toe? Want weet je, misschien willen jullie mijn hele lofbetuiging een beetje matigen. Hebben jullie het idee dat dit deze kant op kan gaan voor jullie? Ja. De game in waardering? Ik hoor jou net vertellen over Ocarina of Time en zo. Dus ik heb in de tussentijd een beetje te denken van, ja, in hoeverre verhoudt dit persoonlijk zich tot andere games binnen mijn top aller tijden? En dan realiseer ik me toch wel dat deze game iets... En ik ben nog niet eens door het eerste gebied heen, dat dit toch wel echt iets heel speciaals doet. Want wat je zegt, de natuurlijke manier waarop exploration een beetje wordt bewerkstelligd. En oh, je hebt een klein valleitje hier en er gaat een brug overheen. En op die brug staat gast A, maar in die vallei is een kleine grot aan de zijkant. Het zijn zoveel soort van intricate, kleine maniertjes, slimme maniertjes, waar ze al goed in waren. Maar wat hier nog zoveel beter tot uiting komt in een open wereld, dat ik wel denk van, en helemaal gecombineerd met de combat en dergelijke, waar we allemaal van houden, dat dit wel extreem hoog, zo niet inderdaad, nou, laat ik bij mij even, omdat ik nog niet de hele game ben gespeeld, zal zeggen top 10 alle tijden. En dan met alleen maar de mogelijkheid om te klimmen, zeg maar. Je moet echt even, want het wordt alleen maar beter. Het wordt groter, beter. Die beginzone is echt... Hoe ga ik dit combineren met andere games? Want deze maand is druk, volgende maand is druk. Niet of nauwelijks.
Ja, nee, die is lastig, maar de game is het waard. En voor jou, Skye? Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. En ik ben dan wel verder. Ik zit er nu een kleine 30 uur in. Ja. En ik heb al wat meer gebieden mogen betreden. Mm-hmm. Ook een aantal gebieden nog betreden. En meteen ook weer ontweken. Want ik merkte al heel snel dat ik daar gewoon nog niet klaar voor was. Maar daar kom ik later wel terug. Maar ja, dit... Wat ik al zeg, geef me nog 70 uur, denk ik. 70, 80 uur. En ik kan dan al dan niet met zekerheid zeggen... of dit... kutmuggen. Die zijn heel hinderlijk. Ja, of dit zich kan meten met een Bloodborne in mijn hoofd, in mijn hart. Mm. Weet je? En ik hoop het echt. Ik hoop het echt. Dat verdient deze game namelijk wel. Wat Steven eerder al zei, de culminatie. Weet je wel? Het feit dat dit gewoon nu open wereld is. Terwijl ik niet eens een groot open wereld fan ben of zo. Maar deze, al die typische karakteristieke From Software elementen in deze open wereld gezet... Ja, dat is gewoon extreem bijzonder en ambitieus. Maar ze maken de ambities waar in de eerste 30 uur in ieder geval. Ja. En als Steven zegt dat het alleen maar beter wordt... dan wil ik dat heel graag aannemen. En want ik ken Steven's visie op From Software Games. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het de komende tientallen uren... zo niet honderden uren, want dit is zo'n game die je eigenlijk nog... de rest van het jaar gewoon makkelijk kunt spelen. Weet ja. je wel? Als het niet met de ene klasse is, dan wel met de andere klasse. En ik bedoel, ik ben nooit een magic guy geweest, een faith guy, intelligence guy. Ik weet nu wel dat ik mijn wapens een beetje ga buffen met die shit die ook doet. Dus je doet met een bak damage. Ja. Nee, het is sowieso, weet je, een aanrader om minimaal wat support spells te kunnen gebruiken. Ja. Voor mij is het een supportspel, want jij laat hem steeds terugkomen. Die weapon buffs, ja. Ja, zeker. Ik heb er een stuk of 4 inmiddels. Waar heb je die vandaan? Die komt volgens mij gewoon van een roundtable? De Miracle of de Incantations NPC in de roundtable. Dat zwaard, dat wil ik. Gewoon, waarom niet? Maar gewoon, fuck it. Ja, er komt nog genoeg moois. Ja, daarom. Maar ik ben heel benieuwd om jullie hier nog over te horen... na nog 1-2 weken spelen. En of jullie dan zoiets hebben van... oh, dude, ik wist nog niet wat me verder te wachten stond. Of dat je zoiets hebt van... iets te hoge verwachtingen heeft het niet waargemaakt voor mij. Nou, maar het is in ieder geval voor mij... Ik weet niet, misschien word ik ook ouder... en krijg ik een wat meer palet wat heel kritisch is. Maar dit is de eerste game in tijden... waar ik gewoon zonder naar de klok te kijken... tot 5 uur 's ochtends heb gespeeld. En zoiets heb van... ja. Fuck it, ik kan nu nog wel 24 uur doorgaan. Niet eten, niet drinken en gewoon niks doorhebben. En gewoon nog steeds... Dat raden we natuurlijk niet aan. Nee, niet natuurlijk niet. Maar het feit dat een game doet... Het soort van... Hey, we weten allemaal, weet je... Je hebt die game. Ja. En dit is die game. Ja, misschien de laatste keer was dat voor mij zelfs Skyrim. Nou ja, dat is dus al 11 jaar geleden. En dat zegt ook al wat. Ja. Ja, en ik denk dat we stilaan wel richting een conclusie kunnen gaan. Oh, er was nog geen conclusie? Oh, nou ja, wat? Oh ja, dit is de conclusie eigenlijk wel. Mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn, wij zijn alle drie gruwelijk overtuigd van de kwaliteit van deze game. Hopelijk blaren op mijn handen ervan. Het is echt vreselijk. Hopelijk zullen op korte termijn alle performance issues tot het verleden behoren. Op de PC. Op de PC. En ook op de console. Voor iedereen, maar er zijn mensen die er last van hebben. Dus dat het ook voor die mensen binnenkort een smooth sailing wordt. Een smooth experience. Deze game straalt aan alle kanten gewoon kwaliteit uit. Het is next level shit. Voor sommige mensen, of voor veel mensen is dat het niet. Die vinden het als iets van een PlayStation 3 ogen en spelen. Clunky as fuck. Dat kan. En dat, weet je, prima. Ik ga die mensen ook niet proberen te overtuigen. Is er een tip voor die mensen die misschien een beetje doordat ze door de marketingmolen zijn gehaald en zoiets hebben, George R. Martin, dit is misschien wel interessant. Is er een tip voor die mensen die waarschijnlijk gigantisch hard op hun bek gaan het eerste uur? Communities toch wel induiken. Chats eigenlijk induiken. Even door die, niet eens een zure appel, een hele zoete appel in mijn geval, maar daardoorheen moeten bijten? Ja, geduld proberen te betrachten.
Ja, en als je er echt niet doorheen komt, kijk even zo'n guide. Hoe je, weet je, van een filmpje op YouTube van 15 minuten. Die laat zien wat in de eerste zone een paar goede plekjes zijn om even naartoe te rijden. Pak je een paar items, maak je je character veel sterker. Maar vooral gun het wel tijd. Want dit is niet iets wat je binnen een uurtje oppikt. Nee. Ook al snap je het concept wel binnen een uur. Maar zeker niet als het je eerste From Software game is. Nee. En mensen die ook vragen van ja, wat is nou de beste From Software game, Souls-like game om in te stappen? Vind ik zo moeilijk. Ja, je kan zeggen Dark Souls 3. Je kan zeggen Elden Ring. Elke eerste From Software game is moeilijk. Is gewoon moeilijk. Ja. En de kwestie van die zwembandjes afdoen. Maar en gewoon die sprong in de diepe wagen. Dit is meer Dark Souls dan Sekiro of Bloodborne. Absoluut. Dus ik zou die twee niet als voorbereiding... Bloodborne vind ik... Dan ga je waarschijnlijk een heel specifieke speelstijl hanteren in deze game. Maar ja. Ik zou dan eerder naar de Souls games kijken. Als je dan zogenaamd toch een voorbereidende game wil hebben. Maar eerder zou ik gewoon meteen hier aan beginnen. Want hier wordt alles vrij helder uitgelegd. Ja, nou, Demon's Souls, de remake, zou ook nog een goede zijn. Maar als je dan toch begint, begin dan aan deze. Ja. Je hebt de vergeeflijkheid van de open wereld. Hè? Je kunt weg wanneer het je te heet onder de voeten wordt. Je kunt je eigen tempo gewoon ook voor een groot deel bepalen. En inderdaad, wat Steven ook zegt, duik af en toe eens een site in, weet je wel, waar wat adviezen en tips gegeven worden qua locatie, qua items, wapens en dergelijke. En dan zul je merken dat als dat eenmaal een beetje begint te klikken in je hoofd, dat je een heel eind kunt komen. Ik heb inmiddels veel mensen gezien en gesproken. Zeiden, nou, ik ben nu eindelijk eraan begonnen. Ja. En het was een rocky start. Ik wist niet wat ik moest doen. Gewoon gedesoriënteerd. Maar vervolgens even hier en daar wat opgezocht. En ik begin het steeds beter te begrijpen. Ja. En hetzelfde geldt ook nog steeds voor mij. Want ik heb af en toe zo, waar dient dit item nou voor? En wanneer wordt dit item eigenlijk functioneel? Maar het is steeds met vallen en opstaan. En ja, dat is ook het mooie, weet je wel. You think you know it all, but you don't. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat ik deze game ook nog met heel veel plezier de komende weken en wellicht maanden ga blijven spelen. En ik denk dat ik ook namens jullie praat. Jullie zullen hetzelfde doen, neem ik aan. 100%. Absoluut. Ja. Nee, ik ben voorlopig nog niet klaar. Daarom. Game of the Year? Nu al in gevecht met Dungeons and Dragons voor mij. Oh, Dungeons and Dragons is echt gewoon een contender voor jou. Zo way of life geworden. Ja. En voor jou? Ja, ik denk dat dat... Maar videogame technisch, easy. Ja. Mensen, jullie horen het. Dit is... dit is bijna niet eens potentiële GOTY. Dit is de beste game. Of gaat een Starfield misschien roet in het eten gooien? Nee. Fuck off. Ja, precies. Ik durf met zekerheid te zeggen dat het niet gebeurt. Ondanks dat misschien een geweldige game wordt. Maar dit is, deze staat op, denk ik, wel eenzame hoogte. Ja. Elden Ring, dames en heren. From Software. Special. It's very special.